Als extraatje beginnen we vandaag met deel 4 van de serie over zelfbouw. De uitzending is daardoor wat langer dan normaal. In deel 3 vertelde ik hoe ik achtjes draaiend op een glazen plaatje de zendkristallen die ik voor een gulden per stuk had gekocht en die op 3,4 MHz werkte omhoog naar boven de 3,5 MHz in de 80 meter amateurband bracht. Ik kreeg vanochtend na de Daily Minutes trouwens nog een vraag of een opmerking dat het zo jammer was dat ik zo'n kristal niet even in het stopcontact had gestoken, waar het toch zo prima in paste. Ik heb dat inderdaad niet gedaan, maar dat was ten dele omdat ik wist wat er dan gebeurde. Ik weet niet of het Fred Forstemans was of een klant van hem die het had geprobeerd, maar als ik me goed herinnerde, gebeurde er in zo'n geval regelmatig niets. Het kristal is hoogohmig. Echter, het is wel een vorm van piezo-materiaal en in bepaalde gevallen boog het plaatje dus door de hoge spanning kennelijk zo ver door dat het in stukken brak. Gevolg was dat dan de dikke metalen plaatjes die het kristal vasthielden en die zo voor de houdercapaciteit zorgden, door de sterke veer tegen elkaar gedrukt werden en dan had je een fikse kortsluiting. Het lukte me overigens om een paar van die kristallen in de amateurband te krijgen, waar ik in die tijd overigens nog niet mocht zenden. De ontvanger van de Optimist was net als bij de moderne Pixie 2 van het directe conversieprincipe. Dit is een van de eenvoudigste manieren om een ontvanger te maken en die eenvoud die kent een paar nadelen, waardoor dat soort ontvangers in de afgelopen 20 jaar steeds meer in onbruik raakten. Echter, door de komst van de SDR-ontvangers werd dit type ontvanger weer nieuw leven ingeblazen, omdat de SDR-software in staat is om een aantal van de problemen van dergelijke ontvangers gewoonweg weg te rekenen. De zeer bekende Heatkit QRP-apparaten HW7 en HW8 die werkten trouwens ook met zo'n directe conversieontvanger, kortweg DC-ontvanger genoemd. In feite is een DC-ontvanger een enkel super. Hij mixt echter niet naar een middenfrequent. De eerste mixer mengt direct naar audiofrequenties. In feite is de functie van detector en eerste mixer dus in dezelfde schakeling gecombineerd. Een dergelijke ontvanger is niet zo geschikt voor AM-signalen, omdat je dan precies 0 bit, dat wil zeggen op 0, moet afstemmen. Maar voor SSB en CW, als je de nadelen op de koop toeneemt, is die wel geschikt. Bij de Heatkit-apparaatjes wordt er trouwens een gepiekt audiofilter gebruikt, als ik me niet vergis rond 800 Hz. Het zijn apparaatjes die voor morsen bedoeld zijn. De Optimist was dat ook en daarbij bestond een mixer uit twee diodes, ik geloof AA119 of OA95 of zoiets, waarbij de oscillator op de beide anodes aangesloten werd. Die anodes die zaten daarbij uiteraard aan elkaar gesoldeerd. Op de ene kathode zat de hoogohmige kant van een afstemkring op 3,5 MHz met een aftakking als impedantietravo voor de antenne. Op de andere kathode zat een simpel laagdoorlaatfilter met een weerstand en twee condensatoren. Niet een smal filter voor één toon dus. Erachter zat een klein audioversterkertje die het geluid naar koptelefoonniveau versterkte. Het versterkertje werkte met een TAA293 of 273, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Een uiterst eenvoudig Philips IC uit de jaren 60 dat op het moment van publicatie van de Optimist al zo goed als niet meer te krijgen was. Het is me later één keer gelukt zo'n IC'tje te bemachtigen. Ik heb deze Optimist een paar keer in wat verschillende varianten gemaakt. En een van die apparaatjes had dus het originele IC'tje in TO18 behuizing met vier pootjes. Net als de 40673 MOSFET, als je dat wat zegt. En door het IC'tje kon het apparaatje natuurlijk veel kleiner gemaakt worden. In een oudere versie van het fameuze Philips Pocketbook, dat tot in de tweede helft van de jaren 70 te koop was, kon je zien wat er in het IC'tje zat. Nou, dat had ik met BC107's zo nagebouwd. Het werkte precies net zo. Het was alleen een stuk groter. De oscillatortransistor was trouwens een 2N1613, in die tijd ook nogal een bekend onderdeel. In dezelfde behuizing als de 2N2219A, die in veel FM-zenders gebruikt werd en die ging ook een stuk hoger in frequentie. De nadelen van een directe conversieontvanger die bestaan er overigens uit dat je bijvoorbeeld ook de spiegel ontvangt. Die spiegel zit niet in een andere band zoals bij een superheterodyne, maar bij morsen 2x800 Hz naast het gewenste signaal. Je kunt overigens wel het onderscheid horen. Bij de spiegel gaat de toon als je aan de afstemknop draait in een andere richting dan bij de gewenste frequentie. In het ene geval gaat de toon omhoog en in het andere geval omlaag. Maar je hebt er natuurlijk wel last van als er een sterk station op die frequentie zit. Een ander nadeel van een dergelijke ontvanger is dat de ingangskring gevoelig is voor microfonie. Dat wil zeggen, als je een ouderwetse afstemcondensator met luchtisolatie gebruikt, dan wordt het geluid dat in de check hoorbaar is zachtjes in AM en fasemodulatie op de lokale oscillator gemoduleerd en dat wordt bij de detectie in het audio hoorbaar. Als je op zo'n ontvanger dan een luidspreker aansluit, dan gaat hij rondzingen. Alleen bij een mechanisch erg keurig en zorgvuldig opgezette DC-ontvanger kun je ook een luidspreker gebruiken. DC-ontvangers worden echter vrijwel altijd met een koptelefoon gebruikt. Een ander probleem is dat de lokale oscillator, zeker bij dit soort eenvoudige ontwerpen, vaak een klein beetje naar buiten lekt.
passeert dat uitgestraalde signaal een voeding, met name de brugcel daarin, dan wordt er een 100 hertz brom op gemoduleerd. En komt dit gemoduleerde signaal dan weer in de ontvanger terecht, dan hoor je dat ook keihard in de koptelefoon. Voor de spiegel in zo'n ontvanger is geen eenvoudige oplossing, voor de brom en de microfonie wel. Dat kan door een zogenaamde Poljakov-mixer te gebruiken. Misschien leg ik dat in een volgend deel nog uit.